Vandaag is Jeroen er en Jeroen is onze hoefsmid. Ja, inderdaad, ik ben er en ik ben bij Blondie. Deze hebben ze nou een jaar of twee, dacht ik, hè? Ja. Ja, hij is gekomen als lieve brave pony. Gewoon lekker op blote voetjes. Ging allemaal goed, tot op een dag dat jullie zich toch een klein beetje zorgen begonnen te maken, omdat hij een beetje op eieren ging lopen. Ik ben langs geweest, ben gekeken, ik heb gevoeld. Ik zei, nou, volgens mij is dit het moment dat er een ijzertje onder moet, want het wordt allemaal net te kort en te iel. Je gaat toch steeds meer doen met je talentje. Vraagt ook iets voor de hoeven, ja. Hè? En de stand daarvan. Nou, voor de rest kan ik over Blondie zeggen, die heeft echt hele goede voeten, goede stand. En de stand beoordelen wij als hoefsmid altijd. De denkbeeldige voetas die volgen wij en zit daar dan de hoef onder die ook wenselijk is voor het paard dat hij kan doen en laten wat de klant wil. Dat het paard zich ook prettig voelt, nou dat heeft hij zeker. Achter heeft hij ook hele goede voetjes en dat zie je ook. Ze is nu aan het crossen gegaan met Blondie. Dat gaat nog prima op blote voetjes achter. Ja. En voor heb ik dan wel stiftgaten er voor jou in gemaakt, hè, zodat je met de crosswedstrijd stiften erin kan draaien. En dat is wel wenselijk voor het niet uitglijden in de wedstrijden. Ja. Want dan zou Blondie het te eng vinden en te voorzichtig gaan lopen. En dan doet hij niet meer voor jou wat je zou willen. Ja. Dus ik ga dan Blondie beginnen. Ik ga zijn oude hoefijzertjes eraf halen. Dan ga ik zijn voetjes bekappen. Nieuwe hoefijzertjes er weer onder maken. Ik doe de nagels die ik er de vorige keer in heb geslagen. Dat zou je dadelijk ook zien als ik de nieuwe eronder doe. Als ik die erin heb geslagen, doe ik er een gultje onder maken. Onderkappen noemen wij dat. De hoefnagel, de spijker afknippen. Om vervolgens om te buigen en een klein lusje in de hoef te leggen. Maar datzelfde lusje haal ik er nu af. Om het oude hoefijzer er zonder schade vanaf te kunnen trekken. Soms heb ik wel eens het idee dat... Heel misschien een klein beetje hetzelfde als wij naar de tandarts gaan, moeten. Het is voor het goede doel. En eigenlijk doet het niet zo heel veel pijn, maar toch gaan we niet zo graag. Alhoewel, ja, wij ze geen pijn doen, maar het begint natuurlijk al wat in een eerder stadium. Hè. Wij gaan van de paarden, als ze jong zijn, veulen het liefste, al de voetjes tillen. Dat is allemaal onwennig, daar moeten ze allemaal aan wennen. En later gaan we ze bekappen, dan maken we bewegingen die ze ook niet gewend zijn. Daarna gaan de hoefijzers onder, dan komt er allemaal rook om een paard of een pony heen. Nou, dat is een paard of een pony van nature ook niet gewend, want het is een vluchtdier. Dus die zouden eerder van weg willen rennen als dat ze blijven staan. Ja, en dan is voor ons de kunst om het zo rustig mogelijk te houden. Want ik denk dat de rust een kalmte dat je wel verder komt bij een paard en een pony als, onbeleefd gezegd, slaan of schoppen. Want dat lost echt bijna nooit wat op. Ik moet zeggen bijna, helaas. Maar nee, ik kan zeggen dat dat eigenlijk niks oplost. Dus de rust en kalmte is het belangrijkste om ons werk goed te kunnen doen. Ja, dit zijn zijn oude ijzers, die ga ik nou verwijderen. Ik denk dat Blondie er 6-7 weken op heeft gestaan. Dat is ongeveer ook de normale tijd dat Blondie erop staat. Je ziet ook, ze zijn aardig ingesleten. Nu haal ik het eraf en ik ga het alles weer netjes strak maken en de stand terugbrengen zoals we hem willen hebben. Ik doe even de voet een beetje ontdoen van de veiligheid, van het zand wat erin zit. En dan kan ik beginnen met snijden. Dit noemen we een rennet. Daar hebben we een linker en een rechter van. En dat is om de zool wat bij te snijden en de straal. Dus ik zet hem nog een keer neer om te kijken waar zie ik het hoogste punt of wat zou ik anders willen hebben. En dan ga ik bekappen. Met mijn hamer en mijn kapmes. En als ik dat in grote lijnen heb uitgezet, ga ik hem vlak veilen en modelleren zoals ik hem wil hebben. Waar ik nu naar kijk is, staat de hoef helemaal vlak naar mijn zin? Of wil ik hem bijvoorbeeld iets rechter of schuiner hebben? En met rechter en schuiner, als ik dat even kort uitleg, heeft dat met graden te maken die ik kan aanbrengen om een verandering aan te brengen. Maar nogmaals, voordat ik begon, dit is eigenlijk een vrij... een standaard voet die we ook vrij standaard kunnen behandelen tot het allemaal weer naar het zin gaat. Even een nieuw ijzertje. Nou, die gaan het worden, dus die gaan het vuur in en dan kunnen we een pas maken voor dit hoefje.
niet zwaar? Ja, ik denk wel dat het zwaar werk is, ja. Ja. Het is wel heel leuk werk, want je bent iets aan het opknappen. Als het goed is, wordt het paard blij van je, de eigenaar wordt blij van je. Op die manier is het een mooi beroep. Maar het is zeker zwaar, ja. De ijzertjes zijn warm, dus ik moet het ijzer smeden als het heet is. Dus dat ga ik bij deze doen. Wat belangrijk is voor een paard en het hoefijzer wat we daaronder maken, dat de pasvorm wellicht zo goed mogelijk is. Want uiteindelijk moet het hem helpen en niet belemmeren. Ook erg belangrijk is in een normaal hoefijzer, en we kijken hier naar een paard, een normaal paard met een normale hoef, maar ook in een paard, bij een paard met een normale hoef, hoort echt een opzet. En een opzet zal ik je zo meteen aan het aanbod laten zien wat ik daarmee bedoel. Dat is het opsmeden van de teen. Want een paard moet makkelijk kunnen starten. Als we gek gezegd naar onze eigen schoenen kijken, die liggen hier vrij van de grond, zonder dat ik daar moeite voor moet doen. Omdat als ik wil lopen, dat ik makkelijk kan lopen. En dat is wat we bij een paard of een pony ook in het ijzer gaan aanbrengen. Als ik hem op zijn hart zet, wordt het hierin ongeveer zo'n 1200 graden. Dat is enorm warm. Ik denk als ijzertje wat ik er nu uithaal, is heel warm, maar ongeveer 800 graden. Het opzetje waar ik het net over had, die ga ik nu aanbrengen. En dat betekent dat ik de voorkant van het ijzer, de teen van het ijzer, die ga ik wat opsmeden. En dan zal ik zo ook laten zien wat ik daarmee bedoel. Wat er nou eigenlijk verandert en gebeurt. Zoals waarschijnlijk elke paardeneigenaar zal weten, je hebt voorijzers en achterijzers. Maar je hebt ook linkervoeten en rechtervoeten. Ik ben nu met Blondie's linkervoorhoef bezig. En dan zou je kunnen vragen, wat is dan het verschil? Er zit wel degelijk een klein verschil in. De buitenzijde van de hoef, die is ruimer als de binnenkant. En die brengen we in principe, als de hoef weer normaal is, ook in het hoefijzer zo aan. Hier hebben we de opzet ingesmeed. Dus dat het paard, als hij wil lopen, dat hij makkelijk kan rollen. Ik hoef er bijna geen druk op te zetten, of eigenlijk geen druk, om het ijzer, de paard of pony, te helpen starten. Ik ga even kijken of ik in de buurt kom. Nou, diezelfde opzet, die moet ik dan natuurlijk ook in de hoef maken. Dus het randje wat ik opsmeed, maak ik ook in deze hoef, om hem goed vlak te kunnen laten passen. Mooi! En zo kan ik dan eigenlijk ook weer zien hoe het ijzer op de hoef komt te liggen. Hier ligt hij helemaal keurig. En hier ga ik hem nog één klapje indraaien, zodat hij gelijk met de hoef mee blijft lopen. Dan ga ik ze beide nog één keer controleren of het helemaal naar mijn zin is. En als ze naar mijn zin zijn, dan ga ik de stiftgaatjes erin maken voor Tess, voor de wedstrijden, voor de cross. En ik ga ze netjes slijpen, dat alle scherpe randjes er vanaf zijn. Dat als die zich bijvoorbeeld een keertje onhandig zou willen raken vanwege een jeukje of een dingetje, dat er geen scherpe dingetjes aan de wijzer zitten. Van de kant. Om terug te komen op de vraag die je er straks stelde over wat ben je nu aan het doen. En toen was ik de oude hoefnagels aan het loshakken. Die ging ik in een guldje leggen, had ik gezegd. Nou, datzelfde guldje ga ik nu maken. En dat is maar klein, want er komt ook eigenlijk maar een heel klein weerhaakje aan het hoefnageltje. Dan knip ik ze op lengte. Dan zijn ze nog steeds recht. En dan ga ik ze omvouwen met deze tang. En dan heb ik het weerhaakje er weer aan.
Nou Tess, ik bedoel, hij is weer van jou. Heel erg bedankt. Doe je best de komende weken. Dank je. Ik hoop dat ik het heb uitgelegd, goed genoeg heb uitgelegd. Zeker. En dan heb iedereen, heb je misschien weer wat aan. Ja. Hey? Nou, veel plezier. Bedankt.